bij weer een nieuwe aflevering van UCTV. Vandaag zijn we bij de Bukensport. We zijn hier bij de voorbereiding van de Alpe d'Huez. Oh shit, waar hoef je helemaal niet te trainen? Kom snel, we gaan kijken. Natuurlijk wil ik daar. Ik ben Alwens Verbuken. Ik ben eigenaar van Verbukensports. Ik werk nu 10 jaar aan Verbukensports en wij zijn aan het proberen om van de sportschool een totaal plaatje en een complete sportschool van te maken. Wat doe je nou eigenlijk met de Alpe d'Huez? Of jij dat op 5 hier mag komen trainen? Waarom is dat eigenlijk? Waarom dat er is, is omdat ik het bijzonder vind dat een groep jonge kinderen eigenlijk aan zo'n evenement mee willen doen en daar wil ik zelf ook een bijdrage aan geven om hun wal klaar te maken, dus deze Alpe d'Huez naar boven toe kunnen bereiken. Hoe lang zijn ze nog bezig om te trainen? Een uurtje. Hier zijn ze een uurtje bezig en volgens mij komen ze nog 2 keer meer. Ja. En dan probeer ik ze een klein beetje plyometrische krachten mee te geven, dat is springkracht vanuit de spieren. Dus vandaar, daar ben ik nu mee bezig. Wat doen jullie mee? De Alpe d'Huez. Wij gaan de berg de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor het KWF. En doen jullie lopend of fietsen? Wij gaan lopend de berg op. En wat vonden jullie van deze training? Hij was heel zwaar, maar hij was wel super leuk. Dit was het weer voor vandaag. Kom, we gaan nog even sporten.